Hallo! Hallo whisky-liefhebbers. Jock hier in een van de eerste van mijn korte Bresser & Timmer reviews van producten van Bresser & Timmer. En vandaag heb ik het over drie verschillende rokerige whiskies. En u ziet voor mij een stapel turf. Ik heb het opgestapeld zoals ze dat op Isla doen. Je kan het niet zo heel goed zien in de kamer, maar kijk, dat is, het is tegen elkaar als een soort wigwam opgebouwd op mijn vaatje hier. Dat turf. Oh, valt om nou, hè? Maar hier komt hij eraf. Hop. Stukjes turf. En dit is natuurlijk precies waar deze review over gaat. Het gaat over turf. Kijk. Maar jammer dat de camera niet heel goed kan zien waar dit op rust. Dat zit op een whiskyvat. Maar ja, doe maar. We kunnen niet alles hebben. Drie whiskies vandaag. Zoals ik zei. Eentje heet Smokestack. De ander heet The Illag. En de ander dat heet ook Isle of Storm. Je kan ook zeggen The Illag. Als je dat liever wilt. Maar de juiste term, heb ik mij laten vertellen, is de Illag. En ik begin eerst met Smokestack. Smokestack, hier hebben we hem. Ik zet hem heel dichtbij de camera, dat je het goed kan zien. Smokestack, nou de naam zegt het, rokerig. Het is een blended malt, dames en heren. Het is niet allemaal uit één destilleerderij, het is uit meerdere. Maar er zit geen graanwhiskies in, het is malt whiskies alleen maar. En het is voornamelijk uit Islay, maar ook uit de Highlands, rokerige whiskies uit de Highlands, de Smokestack. En dat doe ik in één glas, de Smokestack. Daar hebben we hem. En dan de tweede whisky die ik over wil hebben, die heet Islay Storm. Islay Storm, mooi dumpy bottle, zoals dat heet, de Islay Storm. Isla Storm is wel een single malt uit Isla. En ik ga het ook. Het is 40%. De Smokestack 46. Dat is 40% dus. Hoppakee. Daar hebben we hem. En de laatste. De Illag. Die ik in ga schenken. Maar niet de eerste die ik ga drinken. Niet de laatste die ik ga drinken bedoel ik. Wel de eerste. De Illag. Of de Illag, wat u zelf wilt. Er is geen bottenhond die u aan gaat vallen als u hiervoor kiest om dit de Illag te noemen. Dat mag u gerust doen. U ziet aan deze Illag wat ik net ingeschonken heb. Ik heb een slow flow op de fles. Dat komt omdat het van de proeflokaal van Bresser & Timmer afkomt. En dat is voor evenementen en zo. En dan geeft je iets meer controle over de fles. Drie rokerige whiskies. Het is natuurlijk wel heel erg de invloed van dit. Van turf natuurlijk. Is enorm aanwezig in alle drie. En de eerste die ik ga proeven is de Illag. Deze, hè. Er zit ook wel een beetje karamelkleurstof in. Dat kan je zien. Het is donker. Het is op 40%. Als je het ruikt, uiteraard. Dat rokerig, licht medicinaal Islay geur wat je krijgt. En in de mond. Ik doe niet eens water in. Gewoon prima. Wat je zou moeten verwachten van een whisky van dit prijs. Het is echt een mooi whisky voor het geld. En op dit moment, als u dat aan uw slijter vraagt van goh. Ik wil graag een flesje Illag. Het maakt niet uit waar u woont. In heel Nederland. Al woont u in Den Helder. Of in Zeeuws-Vlaanderen. Of in Maastricht. Of in Groningen. U kunt het bestellen. Hij is mooi. Ik heb niks over gezegd hoe die smaakt. Hè. Lekker, rond, makkelijk drinkbaar. Islay whisky. Heftig in de rook. Turf duidelijk dominant aanwezig. De Illag. Mooi. Nou, de tweede,
Isla Storm. Til hem nog een keer op, dat u het kan zien. Isla Storm. Isla Storm is van een andere destilleerderij dan de Illach vandaan komt. Ze willen het ons niet vertellen. Ik stond naast de sales manager van bij Whisky Live in Den Haag. En ik heb hem gevraagd, doe maar, vertel toch wat, van welke distillerij is het. Maar hij doet het echt niet. Hij wilde het mij niet vertellen. Want hij wist natuurlijk, die Joke Shaw, die kan zijn mond niet houden. Die gaat het mensen vertellen. Hij ruikt sowieso in de geur veel minder rokerig dan de Illach. Veel minder. En hij smaakt ook veel, is ronder. Veel toegankelijker. Zoeter. En zoetje zit erin, wat ik heel erg prettig vind. En ook al heeft hij het me niet verteld, en hij zou waarschijnlijk niet eens bekennen of ontkennen als ik het tegen hem zou zeggen. Dit doet mij denken dat het heel misschien wel een Beaumont is. Hij ruikt en smaakt een beetje Beaumont-achtig. En dan, ja, de verrassing, echt geweldig. Kijk, je ziet op de fles een soort een ouderwetse stoomtrein. En ze zeggen over deze whisky, it's like a runaway train. It's like a runaway train. Dat deze smokestack, zoals de rook uit de schoorstenen van de treinen komt, van de ouderwetse treinen. En de geur, ook wederom niet zo medicinaal, want er zitten ook Highland whiskies in, hè. Er zitten een aantal Isla whiskies, maar ook Highland whiskies hierin, die allemaal wel geturfde whiskies zijn. Whiskies waarvan de geur van turf duidelijk aanwezig zijn. En 46%, geen karamelkleurstof, geen koude filter. Beauty van een whisky. In de geur, mooi rook, maar niet heftig, overdonderende rook. Ze zeggen hierop dat het 30 ppm is, voor de nerds onder jullie die weten wat dat betekent. Parts per million, phenolic parts per million, 30. En de geur, lekker. Lovely. Echt fantastisch whisky om te proberen. Als u zelf een liefhebber bent van Isla whiskies, of dat u iemand kent die een liefhebber is van rokerige whiskies, één van deze drie bekoort. En als het iemand is die, zeg maar, net beginnend is aan Isla whiskies, echt fantastisch. Want het geld, daar hoef je het niet voor te laten. Want deze drie, alle drie van deze whiskies zijn absoluut niet duur. U kunt het bestellen. Laat gewoon aan uw slijter weten. Deze whiskies zijn te bestellen via bresserentimmer.nl. Uw slijter moet dat weten en zo niet. Hij kan het opzoeken, www.bresserentimmer.nl. Zijn deze drie fantastische whiskies te bestellen. En ik zou zeggen, ja, ik weet wel, we hebben net oud en nieuw gehad. We hebben net kerstmis gehad. Het zijn dure maanden. Maar ja, het is winter. En ja, we willen allemaal toch echt iets rokerigs hebben in de winter, toch. Dus de Illach of de Illiac, jij bent de baas. Zeg maar wat je hebben wil. Of wat jij het graag noemen wil. Als je het op zijn echt wil zeggen, dan zeg je Illach. De meest medicinaal van de drie. Niet echt een geweldig goede term, medicinaal. Maar ja, goed. Mensen zeggen dat wel vanwege de turf weer. Hè? Van de turf, in de turf is eigenlijk rottend organisch materiaal. En omdat de storm daar overheen gaat en het neemt zeewier met zich mee, dan van zeewier maak je dan jodium en je krijgt dat smaak een beetje terug in de whisky. Isla Storm, ook rokerig, maar wel iets zoeter. Ik vind dit Isla Storm iets voller van smaak dan de Illach. De Illach is wel heel heftig in de rook. Dit is iets minder. En de smokestack, 30 parts per million, maar dan heeft het dat ronde wat je kan verwachten van de Highlands erbij. Hè? Niet alleen Isla whiskies, maar ook Highland whiskies in. En deze blended malt
van de Illach. Van de. De Illach, moet je mij horen. Van de Smokestack, sorry hoor. Dat. Dus. Ik zou zeggen, bestel het maar. Het is niet duur. Voor het geld hoeft u het niet te laten. En. Tot de volgende keer, want dat wordt binnenkort. Dan ga ik weer een review maken van weer andere whiskies en ook andere dranken. Hou deze kanaal in de gaten. En als u dan in het noorden van het land woont, maakt niet uit. Woont u bijvoorbeeld in Drenthe, Noordoost-Drenthe, gaat u naar Emmen, naar Slijterij van der Bos. Woont u in Oost-Groningen, dan gaat u naar Muttert in Musselkanaal of Thijs en Vlachtwedde. U kunt ook in Noord-Drenthe, kunt u bij Van Erp terecht. En dat zijn de mentions voor het noorden. Bij een volgende, volgende YouTube dat ik dan uit ga brengen, zou ik andere slijters benoemen waar u dit gewoon lekker kunt bestellen. Dames en heren, met een smokestack in de hand, mijn persoonlijke favoriet van de drie, dan zeg ik tegen jullie tot de volgende keer. Slaan je waar.